Dit is het begin van dictatuur. Dit moeten wij niet accepteren. Men moet afblijven van onze grondrechten. Dit zegt Wilgo Valies, voorzitter van de Bond van Leraren en de Alliantie van Leerkrachten in Suriname. Hij belegde vandaag een persconferentie over het feit dat het programma Achter het Nieuws van de STVS, terwijl hij aan het woord was, werd stopgezet door de leiding. Valies zegt dat hij begin deze week werd uitgenodigd om te participeren in het programma. Hij snapt daarom niet dat het station in een verklaring heeft aangegeven dat zijn komst een verrassing was. Valies vindt dat hier sprake is van censuur en dat de samenleving daarvoor moet waken. Geciviliseerde samenleving, en dat moeten we vasthouden met regels en procedures en vrijheden. Vrijheid voor het oprichten van een vakbond, vrijheid van meningsuiting, noem maar op. Vrijheid om te protesteren, te demonstreren als u vindt dat iets niet goed gaat. Als er een beleidsmaatregel wordt genomen en u bent er niet mee eens. De vrijheid moeten we hebben om daartegen te protesteren. Zonder dat die regering ons ziet als vijand. Die vrijheden, daarvoor zijn we wel bereid alles in te zetten. Want in een dictatuur, dames en heren, ook mensen van de pers, gedijt de pers niet, gedijt de vakbeweging niet, gedijt het bedrijfsleven niet, noem maar op. Het is een selecte groep die bepaalt en dat is niet in het belang van deze samenleving. Advocaat Gerald Seeuwtjaren van de BVL is ook niet te spreken over de kwestie. Hij geeft aan dat de regering alle ruimte krijgt van het staatsmedium om haar zegje te doen. Maar de mond van de vakbonden wordt gesnoerd. Dat ik als advocaat die geschoold is in het recht en weet dat er grondrechten zijn, zoals het recht op vrijheid van meningsuiting, dan kan het niet zo zijn, en daarom begrijp ik zijn zorg, kan het niet zo zijn dat een staatsmedium, wat eigendom is van het volk van Suriname, dat het alleen gebruikt mag worden voor een visie van de regering, maar niet voor een visie van de vakbonden. Dat is niet terecht. Dus als het zo is dat de regering heeft ingegrepen om meneer Valies te stoppen in het uiten van zijn mening, dan vind ik als advocaat dat wij echt een zorgelijke situatie hebben bereikt. Advocaat Gerald Seeuwtjaren van de BVL. Shirley Lakin, die de leiding heeft bij het staatsmedium STVS, heeft in een verklaring gezegd dat de directe aanleiding voor het schorsen van het programma ligt in het feit dat het journalistiek onethisch is om maatschappelijke kwesties slechts vanuit één perspectief te belichten. De STVS hecht binnen de kaders van haar taakstelling veel belang aan evenwichtige informatievoorziening, zodat de kijker zelf een mening kan vormen op basis van hoor en wederhoor en op basis van meerdere invalshoeken, zegt zij. Volgens de hoofdredacteur en eindverantwoordelijke voor de STVS-zender spijt het hun ten zeerste dat ze de kijkers het kijkplezier hebben ontnomen. Tegelijkertijd zijn ze ervan overtuigd dat er begrip is voor de principiële waarden van evenwichtige beeldvorming binnen de taakstelling van het bedrijf. Aldus Shirley Lakin.